Hallo beste kijker, ik ben Jeroen en ik dacht ik zal een serie op gaan starten die nog niet zo bekend is in Nederland en op YouTube. Namelijk een Souls-serie, of beter gezegd eigenlijk een Bloodborne-serie. Maar dan lekker in het Nederlands. Met deze introductie zal ik maar eens een nieuw game gaan starten. Oh, yes. Pale blood. Well, you've come to the right place. Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy, with a bit of Yharnam blood of your own. But first, you'll need a contract. Eens even kijken hoe ik ga noemen. We gaan gewoon lekker hier doen. Zo, ik zal van start gaan. Good. All signed and sealed. Now, let's begin the transfusion. Oh, don't you worry. Whatever happens, you may think it all a mere bad dream.
You found yourself a hunter. Zo, ik zal van start gaan. Dit is mijn allereerste YouTube-video, dus ik moet nog een beetje allemaal wennen. Ik ben zelf ook niet zo'n prater in het niets. Dus het is nog even allemaal wennen voor mij. Met deze serie wil ik eigenlijk beginnen om te zeggen dat je niet per se afgeschrikt moet worden door de moeilijkheidsgraad. En dat ga ik nu ook bewijzen. Het is eigenlijk de bedoeling dat je door dit monster gedood wordt. Maar ik ga nu bewijzen dat het niet is. Ofwel, helaas. Zoals jullie kunnen zien is dit de jagersdroom. Hier kom je eigenlijk altijd weer terug om je wapens te upgraden, even tot rust te komen. En dit zijn eigenlijk de stenen om naar andere werelddelen te gaan. Hier kun je aan beginnen met een wapen kiezen. Ik ga meestal voor deze omdat die het sterkste is. En een wapen om je eigen mee af te weren. In het notitieboek kun je berichten achterlaten voor andere mensen. Dat kun je positief of negatief doen, door echt tips weg te geven of iemand te trollen. Ja. Nu dat ik de wapens heb gekregen, kan ik ze ook equippen. Het wapen heeft een korte versie en een lange versie.
Ik ben nog een beetje verkouden, zoals jullie wel kunnen horen, en door een vreemde hoest. Telkens als je doodgaat, kom je bij zo'n lantaarn terecht en moet je weer een stukje overnieuw spelen. Hier zie je al berichten die achtergelaten zijn, dit keer door de makers, maar het kunnen ook door de andere spelers zijn. Nu met mijn nieuwe wapen, die een stuk sterker is. Zal ik deze maar even terug aanpakken. Dat ze even lucht geven, dat betekent dat hij mijn bloed krijgt. Hij mijn bot bij heeft. Dat is de currency die je in de game krijgt. Hiermee kun je items kopen, je wapens upgraden. En een van de belangrijkste dingen, je mannetje upgraden. Dus eigenlijk level up. Ja. Zo'n reis is vervolgen. Ik ben nu aan het opnemen met mijn PlayStation, dus ik ben gebonden aan een kwartiertje per keer. Dus mijn filmpjes zullen nooit langer zijn dan een kwartier. Die spelen. Dus daarom krijg ik een delen te zien. De bloedbuisjes, daar kun je je leven weer mee aanvullen. Dat is ook zo als je aangevallen wordt, wat ik hier nu laat zien. Daar gaat er een deel van je leven af. Maar als je hem terugslaat, dan komt het weer. Dat is de eerste keer in een Souls game dat ze dit doen. Want voorheen was het, als je leven af is, ben je het ook echt kwijt en moet je weer of vergeten voordat je het kunt krijgen. En zoals jullie nu kunnen zien, is dit wapen eigenlijk al heel sterk op het begin. En als je wilt, kun je ook heel de game ermee uitspelen. Daar is weinig aan om heel de game met een wapen bezig te zijn. Lantaarn. Dus als ik nu dood ga, hoef ik niet heel dit stuk meer terug te lopen, maar kom ik hier terecht. Zoals jullie hier kunnen zien, is er een lantaarn. Oh, you must be a hunter. Zijn, kun je ook met iemand gaan praten. Not one from around here either. I'm Gilbert, a fellow outsider. You must have had a fine time of it. Yarnum has a special way of treating guests. Well, I don't think I could stand if I wanted to, but I'm willing to help if there's anything that can be done. This town is cursed. Whatever your reasons might be, you should plan a swift exit. Whatever can be gained from this place, it will do more harm than good. Pale blood, you say? Never heard.